Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Søren hier met vandaag een nieuwe Pokémon Go vlog voor jullie. Voor vandaag ben ik wat minder enthousiast dan normaal. Want ik had eigenlijk veel meer verwacht van het Ultra Bonus Unlock van afgelopen week dan ja, wat we nu hebben gekregen. Ondanks dat ga ik er wel gewoon goed gebruik van maken, want zoals je kunt zien hebben we onder andere een Chansey op de nearby. Een Magnemite waar ik ook nog wel aardig naar op zoek ben eigenlijk. En zat er net bij de Pokestop die hier zo in de buurt zit hierboven. Een Bulbasaur, dus die kan ook nog goed gebruiken voor de candy. Omdat we natuurlijk onze 100% IV Venusaur. Kan direct even erbij pakken, want zo ver staat hij niet. Daar is hij. Nog moeten power-uppen en ja, altijd wel wat candy daarvoor kunnen gebruiken. Nou, ook zie je inderdaad dat hier nog een gele gym zit waar ik zeker even gebruik van wil maken. Want we hebben in de shop weer een aantal leuke aanbiedingen. En ik ben op dit moment op zoek naar incubators. Die ga ik niet meer kopen naturel, zeg maar, dus per incubator. Maar die koop ik dan liefst als ze in een leuke aanbieding in de shop zitten. Dus nou, er zijn er wel een paar, dus daarom ga ik even kijken of ik misschien wel deze kan kopen, die Great Box. Anders in ieder geval een special box, zodat ik in ieder geval wat incubators heb. Om natuurlijk, laten we maar even kijken, onze eieren, kijk eens aan, dat zijn er aardig wat en ook aardig wat gaven, uit te kunnen lopen. Dus ja, dat wordt een beetje het doel van deze vlog. Gewoon ja, wat praktische dingen doen, Pokémon vangen die dat nodig hebben. En natuurlijk ook coins verzamelen om ja, boxen te kopen. Oh, en kijk eens aan, de Bulbasaur zit er nog, dus dat is helemaal mooi. Ook nog een kans op een shiny, dat is hier volgens mij niet. Nee, volgens mij niet inderdaad. Het is altijd lastig om die te onderscheiden, een shiny Bulbasaur. Kijk, dit bedoel ik dus. Ze lijken op elkaar als twee druppels grassprietjes. Dat had je goed. Hetzelfde geldt voor shiny Squirtle. En nog een paar andere natuurlijk, maar een shiny of een Bulbasaur. Oh, dat is helemaal de weg kwijt. Kijk, die vorm was wel beter en ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we een Bulbasaur altijd kunnen gebruiken omdat er nog een 100% IV Venusaur op ons te wachten staat. Dus ja, dat is mooi meegenomen. Een Bulbasaur met Pine and Berry, altijd lekker. En dan eens even kijken of hij misschien nog een goede IV's heeft, ook altijd belangrijk natuurlijk. Willistron, niet verkeerd, maar niet waar we naar op zoek zijn. 1 miljoen starters heb ik ondertussen door middel van natuurlijk het event waar ik hartstikke blij mee ben. En dan gaan we direct even onze Pokémon hier inzetten, even kijken wat gaat het worden. Ik denk de Steelix. Want dat is een Pokémon die ik graag in gym zet, omdat het natuurlijk een verdedigende Pokémon is. Ik kan natuurlijk mijn Blissey of mijn Chansey nu niet in Dinners gebruiken. Ik ga ook nog gewoon even één Pineberry of Nanaberry geven aan deze mevrouw. En dan is de gym een beetje in evenwicht, zeg maar. Ik vind het wel leuk als de ja, Pokémon een beetje in balans zijn. Maar goed, ik ga ook nog even deze twee Pokémon vangen. Daar zou ik jullie niet meer lastig vallen, maar laten we wel snel naar die Chansey gaan. En dan zal je net zien, juist bij de events waar je het minst enthousiast voor bent, spawnen juist de gekste dingen, zoals deze Lapras en dus ook die Chansey die nog verderop zit. Maar ja, als we een Lapras tegenkomen, dan moeten we die ondertussen toch ook nog gewoon even meepakken. Laten we even kijken, want dit zijn nou de berries die ik toevallig afgelopen week heb gekregen en die ik nu wel goed kan gebruiken. Een zilveren Pineberry. Daar krijgen we natuurlijk extra candy voor en natuurlijk ook extra kans met een excellent zo geweldig dat we hem kunnen vangen. Dus dat zijn voor dit soort Pokémon Lapras, Snorlax. Oh, het helpt lekker zo te zien. Jeetje mina. En dan maar bij de tweede worp, dat was helaas geen excellent. Ik weet niet wat dat aan de hand was, maar dat was geen beste worp. Maar dan zou je net zien dat hij erin zit. Ah. Uiteraard. Gooi je hem in excellent, gaat hij erin en eruit. Gooi je hem in niks, want dat had letterlijk geen enkele bonus. Zit hij erin. Maar goed, wel erin. Met natuurlijk dubbele candy. Helaas geen goede IV, maar dat maakt niet uit. Want het zijn gewoon weer extra candy die we kunnen gebruiken voor Lapras. Wat natuurlijk altijd makkelijk is. Nou, deze Magnemite is nog hartstikke handig om te hebben. Want dan ben ik nog steeds op zoek naar eentje met de beste IV's. Oftewel 91% of hoger. Voor natuurlijk generatie 4 als die uitkomt met Magnezone. Een van mijn favoriete Pokémon uit generatie 4. Ik ben sowieso wel fan van Magnemite, Magneton en Magnezone dan. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee als we hem nou, kunnen vangen. Dat is gebeurd. Maar ook nog als die is 91% IV of hoger heeft. Verwacht het niet, want het is gewoon een wilde Pokémon. Dus de kans dan is natuurlijk erg klein. Maar je weet maar nooit. Helaas niet. Snel transferen en natuurlijk op weg naar de Chansey. Maar eerst nog even deze Dodio vangen. Want ook dat is nog wel een Pokémon die je in Nederland niet vaak tegenkomt. Je zal misschien denken, ja Søren, ja, het blijft een Dodio, het is niet zo'n geweldige Pokémon, maar jullie weten, voor elke Pokémon wil ik een zo hoog mogelijk IV, het liefst natuurlijk 100% en helemaal maximaal power-uppen. En daarvoor hebben we candy nodig, dus als je er dan eentje tegenkomt, maak er zeker goed gebruik van. Dus nou, die zit erin, laten we gaan doorlopen naar die Chansey natuurlijk, want die hebben we natuurlijk al een tijdje moeten laten wachten. Deze heeft geen goede IV en dan hebben we ook nog de kans op een shiny Pokémon. Eerst even deze Pokestop spinnen. Dat is drie keer niks, zoals altijd. En is dit misschien een shiny, zou wel gaaf zijn? Helaas niet. En ja hoor, daar zit hij hoor. Die roze bol schattigheid is het eigenlijk. Ja, het is wel een roze bolletje schattigheid. 711 CP, niet al te hoog. Helaas geen weather boost. En gaan we hem een Pineberry geven? Ik denk het niet. We gaan gewoon voor de excellent, of voor de, ja, voor de excellent inderdaad. Voor de, zoveel mogelijke kans om te vangen. Oftewel een ultra ball met een golden raspberry.
En een curve, en een curve. Hij zit er ook meteen één keer in, dus hij waardeert het ook wel als een lekkere golden raspberry. Ja, wie niet eigenlijk. En dan hebben we hem ook gewoon meteen gevangen. Heeft hij goede IV, zou wel gaaf zijn. Dat helaas ook weer niet, dus hij dan nu weer de transferlijst opgegooid. Zie Mitty zegt, daar word je ook niet beter van. En dan hebben we ook nog een seal, wat ook wel leuk is, maar die gaat jullie niet laten zien. Serieus, een random wilde Squirtle. Naast een random wilde Magikarp, maar de Squirtle, die is shiny. Dit is echt gewoon... Dit is niet meer leuk. Dit is niet meer leuk. Waarom... Oh, waarom is dan niet die Magikarp shiny? Ik heb nog niet aangeklikt, die Magikarp. Oh, dat was... Oh. In het enthousiasme ook weer vergeten een Golden Raspberry te doen. En waarom ben ik hier nou eigenlijk niet blij mee? Want het is een van mijn favoriete starters. Squirtle vind ik zeker wel gaaf. Venusaur net wat leuker, maar... Gewoon een random wilde shiny Squirtle. Hoe kan dat? Hoe kan dat? En dan is het nog niet eens een shiny Magikarp waar ik al jaren naar op zoek ben. Ongelooflijk. Oh, wacht. Ik ben hier helemaal gek. Ik wil hem haast transferen. Even die snel die Magikarp aanklikken. Ik wil niet echt helemaal gek aan het worden. Hier, weer geen shiny Magikarp. Het is ongelooflijk. Dat was hetzelfde geld met die Luftdisc die je toen een keertje had gevangen. Die zat naast de Meditite. Maar de Luftdisc was shiny. En had toch liever die Meditite gewild tijdens het Showdown event. Maar nee hoor, de Luftdisc die moest shiny zijn. Hetzelfde geldt nu weer. Een random shiny Squirtle. Terwijl ik een Magikarp aan had kunnen klikken. Wat nou als ik deze Magikarp eerst aan had geklikt? Had die dan een shiny geweest? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Jullie willen het ook niet weten. Maar ja, ik ben nog steeds op zoek naar een shiny Magikarp. Hij kan bijna 100%. Dat was wel grappig. Ik weet dat 93 als hij... Oeh, dat zou wel eens een 98% kunnen zijn dit. Zal ik het achteraf in de video laten zien. Maak je geen zorgen. Nou, ja, de shiny hebben gelukkig. Ik moet daar veel blijer mee zijn, dat weet ik wel. Want het is een random shiny Squirtle. Niet tijdens een, ja, wel een soort van tijdens een event. Maar ja, had me dan liever een shiny Magikarp of een shiny Growlithe gegeven. Want tijdens dat, sinds dat Entei naar Pokémon Go is gekomen als Breakthrough Research. Heb ik nog geen enkele Future Research gehad waarmee je een Growlithe kan krijgen. Dus laat staan een shiny Growlithe. Terwijl dat wel een hele gave vindt. Maar goed, laten we snel die site update gaan doen. Want ja, tot nu toe is er nog geen leuke raid gekomen verder in onze woonplaats. Dus daar moeten we maar even mee doen. Jullie staan op een schommel, dus ik hoop dat jullie mij een beetje in beeld hebben kunnen zien. Maar goed, ik heb het volgens mij zelf een stuk moeilijker gemaakt dan nodig. Want ik had, als ik dat paard had gedodged, makkelijk een paar trainitars kunnen besparen, denk ik. Wat gaan we hier doen? Een pineberry of een... nou ja, ik heb al aardig wat candy voor dat ding en hij krijgt toch geen verdere evoluties meer. Ik ben alleen nog op zoek naar een goede IV-siter. Want ik kan dat nog een betere gebruiken dan de 91% IV-scissors ondertussen die ik nu heb. Oké, hij heeft er geen zin in. Een excellent throw met een raspberry en een curve. Dat is toch geen slechte mix, zou ik zeggen. Doen we het weer. Maar blijkbaar voor Scyther wel. Zit het daarvan? Nou, we mogen niet klaar eigenlijk. Want we doen we net gewoon eens een random shiny Squirtle tegen, jongens. Kom op, zeg. Hey, god, zie Mitty. Maar ja, Scyther zit erin. Volgens mij niet echt al te best qua IV's. Want voor mij moet je hem dan een beetje rond de 90 hebben. Hij droomt de beste mee. Maar inderdaad, volgens mij is het niet echt een 91% IV of hoger. Maar zullen jullie laten zien. Maar goed. Ja, dat was toch wel een zeker geen verkeerde. En er zit ook nog een... Oeh, is dat een redelijke gym om neer te halen? Nou, die ga ik misschien wel even proberen. Als we toch een beetje coins moeten sparen, dan waarom niet? Moet wel een beetje... dat moet wel lukken, Ik ga gewoon neerhalen wat voor Pokémon is zijn daar goed tegen. A few moments later. Voor het eerst van mijn leven kreeg ik te maken met een netwerk error tijdens het spelen van Pokémon Go. Dus daarom moest die gym battle even afkappen. Maar goed, ik heb ondertussen wel even mijn reward geclaimd. Of tenminste nog niet de Breakthrough Research, want die wil ik bewaren voor morgen. Zodat we onze Breakthrough Research en onze 7-daagse Pokestop Street en Pokémon vangst in één keer kunnen doen. En dus extra starters kunnen krijgen vanuit onze Star Piece. De test of dat die nog wel deed, mijn ding is. Maar we doen het weer, dus we zijn weer online. En er zit een Zapdos. Misschien in de verte zit nog een andere Legendary Ei. Dus ik hoop dat het een Articuno wordt. Want dat is de enige Legendary Bird waar ik nog op zoek ben naar een Shiny. Dus... laten we het zien, anders dan zien jullie waarschijnlijk morgen. Of ik zie jullie letterlijk 5 seconden later als we een eitje gaan openen. Het is een 5 kilometer ei, dus hopelijk een toortje. Geen flauw idee wat ik anders uit zou willen, maar laten we gewoon gaan kijken. Ja, een shiny misschien. Shiny Magpie, dat is wel gaaf inderdaad. Dus ja, laten we gaan kijken. Een toortje zou wel heel erg fijn zijn. Het is een trico. OC erin verkeerde, 100% zou heel erg gaaf zijn. Mijn favoriete starter alle tijden, een 517. Dat is geen slechte. Dat is geen slechte. Hij kan met de beste mee. Attack. Defense als beste. Waarschijnlijk wel een 91% of hoger, misschien zelfs 93 of zelfs 96, maar
Achteraf zal het uiteraard laten zien, maar dat is zeker geen verkeerde. Mijn favoriete starter alle tijden en ja, ook Pokémon alle tijden, dus ben ik zeker wel blij mee. Dat geeft ons ook weer de kans om het volgende ei in Incubator te doen en meteen weer een eitje te openen. Even kijken, dit is een 7 km ei, want kunnen we de cycle to of de omloopsnelheid van die eieren wat verbeteren als we natuurlijk eerst de ja, lagere eieren erin zetten. Maar goed, ja, geen verkeerd ei in ieder geval. Zoals je achter op ons scherm kunt zien, gaan we zo meteen een Articuno weight doen. Maar daarvoor is het vandaag eerst even belangrijk om onze Starpiece en daarvoor Luttiac te gebruiken. Want we gaan daarmee ook onze 7-daagse Pokémon vangen. En even wachten, inderdaad ook onze Breed to Research claimen. Dus ja, als we dat allemaal in één keer kunnen doen, dan hebben we meteen dubbele starters en weer dit allemaal. En natuurlijk ook nog een Legendary weight, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, laten we even een makkelijke prooi pakken en gewoon even een Dodio nemen met de Ultra Ball. En Weather Boost, dus krijgen we ook nog extra starters voor. Kijk eens even aan, helemaal top. Great show op de Dodio, helemaal toppie. Dat gaat lekker. We hebben over een kwartiertje ongeveer de Articuno weight gepland. Het is nu 3:15. Dus ja, als goed is zijn we daar gewoon de tijd voor, want je zag hem. Zover zijn we er niet vandaan. Dus ja, dat is 5000 HP, 5,5 zelfs. En dan ook nog bijna 5000 starters, dus dat is helemaal mooi. En dan hebben we nog niet eens onze bonus geclaimd. Helaas geen goede Ivy Dodio, maar nogmaals, ik doe het voor de candy. En dan is het nu tijd voor de volgende bonus, namelijk onze Field Research Breed 2 bonus. 3000 Stardust, 5 Ultra Ballen, handig omdat we die net hebben gebruikt, onder andere. En hopelijk, nou, dat is niet waar. En een MT inderdaad, geen Shiny natuurlijk, maar een 1436. Dat is zeker een hoge, die wil ik zeker vangen. Maar die ga ik wel een Pineberry geven. Want ja, nogmaals, ik heb al goede Ivy MT. Dus ja, deze hebben we in principe, behalve als het 100 is, niet meer nodig. Alleen maar voor de candy, want dat scheelt heel veel rare candies. Helaas zit er niet in één keer in, maar dat maakt niet uit, want we gaan gewoon lekker door met pineberries, want daar hebben we er toch zat van. Even kijken of dat misschien een goede worp is. Nee, dat niet, maar nee, jammer. Nou, dan wacht ik er even rustig mee. Uit enthousiasme vergeten de NT te laten zien toen ik hem had gevangen. Maar hier is hij dan. 1436 en daar gaan we scherm. Maar goed, laten we even bekijken wat hij heeft. HP en attack als beste statistiek, waar ik dus super blij mee ben. Volgens mij hebben we zojuist onze allereerste 91% Ivy of hoge Articuno tegengekomen. Nu is het nu toch de vraag of we hem kunnen vangen en of hij misschien wel shiny is. Want dan hoeven we hem helemaal geen zorgen te maken dat we hem hoeven te vangen. Want dan is het alleen maar, oké, het is geen shiny. Dat maakt niet uit. 1658, terwijl 1676 100% is. Dus hopelijk kunnen we natuurlijk vangen. Want volgens mij is dit inderdaad een 91% Ivy of hoge. Waar we natuurlijk naar op zoek zijn. Shiny is mooi meegenomen, maar niet mijn eerste doel. Dus ja, laat even mijn tijd ervoor nemen en laten we kijken of we hem kunnen vangen. Tweede bal is een great. De eerste was ik helemaal vergeten om te commentariseren. Maar die ging naar 2 te rollen uit. En deze gaat er naar 1 te rollen uit. Ik geef hem wel elke keer een golden raspberry. En we hadden 12 ballen in verband met de vriend update of vriend bonus, hoe je het ook wil noemen. Dus hopelijk is dat genoeg. Derde bal ook weer een great. Ik ben al blij dat ik hem raak gooide. Want ik weet nog bij de eerste keer dat Articuno in raid zat dat ik alleen maar misgooide. Helaas werd hij niet echt tot nu toe mee, want hij sprint er tot nu toe snel uit. Maar dat maakt niet uit, want we hebben gelukkig nog genoeg ballen. Dus laten we even de positiviteit behouden. Derde bal was dit volgens mij. Dat was helaas net geen great of bonus. Borp bonus, maar ik wou net zeggen, dat zit hij er net in. We gooien in ieder geval tot nu toe raak. Dat is, heeft tot nu toe altijd wel gewerkt. Raak gooi je in ieder geval met 12 ballen als je een vriend update hebt. Oké, dat is de vierde bal uit mijn hoofd. En dat is inderdaad wel een goede worp. Weer een great show. Met een golden raspberry. En dat is helaas geen nummer 3. Het scheelt echt steeds niet veel. En de spanning is echt om te snijden als je het mij vraagt. Maar laten we ervan uitgaan. Dat was de vijfde. En helaas net weer geen great show. Hij is wel lastig. Het is een klein rondje moet ik zeggen. Het is niet zo groot als Ho-Oh bijvoorbeeld. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon nog lekker door. We hebben nog 6 ballen. Dus we zitten op de helft. En tot nu toe gooien we in ieder geval elke keer raar. Dus de kans is zeker aanwezig. Kijk, en als we dat ook nog goed gooien, dan is het helemaal mooi meegenomen. Een great show met een golden raspberry. Dat is 2. Laat het dan nu alsjeblieft. Yes. Eindelijk, als het goed is, want dat weet ik nog steeds eigenlijk niet. Een 91% Ivy of hoger Articuno. Om de, ja, echt in de laatste keer dat hij waarschijnlijk in raid zit, gevangen. Laten we even kijken, daar kan het de beste mee. En attack, dus dat wordt dan, dat zou dan misschien nog dan 89% kunnen zijn. Want meestal als hij attack heeft, dan zijn, ja, is de Ivy wat lager. Maar goed, ik zal het achteraf laten zien. We hebben in ieder geval een Articuno kunnen vangen waar ik nog blij mee ben.